Hey mensen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is Jur en vandaag geen let's play. Nee, we gaan iets anders doen. Ik wil namelijk wat meer variatie op mijn kanaal en dat gaat zich uiten in de vorm van bijvoorbeeld een top 5. Dit is een top 5 basistip video voor de hero Hanzo in het spel Overwatch. En dit wordt dan misschien ook een serie. Ik ben misschien van plan om het vaak te doen, ik weet het nog niet zeker. Even kijken hoe het allemaal loopt. Maar goed, deze video in zijn essentie gaat dus gewoon over één hero. En dan ga ik jullie 5 basistips voor geven. Maar remember, er kunnen nog veel meer top 5's komen. Dat kan zich uit in allerlei vormen. Dat kunnen ook top 5 van must-have indie games zijn of noem maar op. En voordat we beginnen, laat alvast even een blauw duimpje achter als je meer van dit soort video's wil. En vergeet ook niet op dat belletje te klikken, want dan mis je niks meer van mijn content. Als je natuurlijk niks wil missen, klik dan op het belletje. Oké, we gaan gewoon lekker beginnen. Positie is echt essentieel voor een goede Hanzo-speler. Maar dat geldt eigenlijk voor de meeste heroes in Overwatch. Het is heel belangrijk om op medium range afstand te blijven, zodat je op een relatief veilige manier je kills kan maken. Je zult zien als je wat verder weg staat, dus long range, dat het echt een stuk moeilijker is met Hanzo om die kills te krijgen. Widowmaker komt weer wat beter tot z'n recht voor de langere afstanden en Hanzo weer wat beter voor de medium range afstanden. Let ook goed op als je gaat pushen, en daar bedoel ik mee druk zetten op de vijand, inlopen op de objective, dat je niet als eerste naar voren gaat als een Hanzo speler. Probeer een beetje tussen je team te blijven en probeer ook wat variatie in je movement te gooien. En daar bedoel ik mee, klim bijvoorbeeld een dakje op, maak gewoon goed gebruik van die wall climb. Want dat is gewoon heel handig. Ja, dit vereist natuurlijk ook gewoon, gewoon bewustzijn. Je moet bewust zijn van je team. Of je team achter je is, of je team voor je is. Dat is ook gewoon heel belangrijk. Dus hou daar goed rekening mee. En dat is de eerste tip. Het is heel erg belangrijk als een Hanzo-speler om te anticiperen op je vijand zijn bewegingen. Dus waar gaat die komen? Nou, je zag het net, hè? Ik raakte die Genji uit de lucht. Gaan we nu even terughalen. Je ziet hier eigenlijk dat ik probeer in te schatten waar Genji gaat landen. En dat is ook een beetje de kern van Hanzo, om dus ook succesvol met Hanzo te zijn. Is probeer in te schatten waar de vijand heen gaat lopen, landen of heen gaat vallen. Dit is een ander voorbeeldje, dat is met Zarya. En zij sprong naar links. En dan is het belangrijk om dus ook jouw pijl te schieten naar waar zij naartoe gaat springen. Dus schiet niet de pijl op haar, want dan mis je, want zij springt naar links. Je moet als het ware inschatten waar zij gaat landen. Maar het is niet zo makkelijk als ik het zeg. Het vergt gewoon heel veel oefening. En vanzelf word je er gewoon beter in. Als je er gewoon veel op oefent, dan komt het vanzelf allemaal goed. Ik zou je gewoon aanraden om lekker even in de trainingruimte gewoon op bots te gaan schieten. Om er een beetje een feeling voor te krijgen. Gewoon steeds net een stukje voor de bots aimen. Dan aim een stukje voor waar ze heen gaan lopen, zoals ik net zei. En dan komt het helemaal goed. Scattershot. Het is misschien wel het belangrijkste wat Hanzo in zijn arsenaal heeft. Het is echt een ongelooflijk goede skill die de potentie heeft om heel veel heroes te one-shotten en gewoon ongelooflijk veel damage te doen. Ik heb het natuurlijk net gehad over positie en over het anticiperen op de bewegingen van je vijand. Nou ja, als je dat een beetje onder de knie krijgt, gooi je gewoon eigenlijk de scattershot in de mix. Scattershot kan, zoals ik net al zei, heel veel damage doen. En als je die gewoon goed timed en eigenlijk naar de grond toeschiet voor de voeten van je vijand, heb je heel vaak kans op een one-shot. Dus gewoon een kill in één keer bij de meeste heroes. En je kunt het bijvoorbeeld ook een ruimte inschieten als je weet van hé, er zit een vijand in een bepaalde ruimte. Hij heeft niet zoveel levens meer. Ik schiet er gewoon een scatter arrow naar binnen. Heb je vaak ook de kans dat je hem pakt. Scatter arrow kan je dus op meerdere manieren gebruiken. Wel wil ik nog even vermelden dat Hanzo een rework krijgt en dat helaas deze skill weggaat. Maar ik vond het toch nog even heel belangrijk om deze skill wel te vermelden, omdat hij hem ook zo lang heeft gehad en hem natuurlijk nog steeds heeft. Ik denk dat hij over een aantal weekjes weg is. En dan krijgt hij een andere skill, meerdere skills. Ik weet het niet meer precies hoeveel hij er krijgt. Maar hij wordt in ieder geval even goed onder de loep genomen om toch wat leuker te maken voor de meeste spelers. Omdat hij nu ook wel een van de minst gespeelde heroes is in volgens mij competitive. Maar goed, jongens, gebruik je scattershot nu het nog kan.
Zoals we het net gehad hebben over de Scatter Arrow, de pijl die elke kant op vliegt waar je hem ook heen schiet, gaan we het nu hebben over de Sonic Arrow. Nou ja, zoals je hier ziet heb ik er net een afgeschoten en je ziet eigenlijk dat al mijn vijanden gemarkeerd zijn. Nou, en op deze map is hij ook gewoon heel makkelijk in te zetten aangezien het B-punt, dat moeten wij veroveren, daar gaat meestal iedereen heen. Dus als je hem op de middelste paal schiet, dan heb je meestal wel kans dat je toch wel een aantal vijanden in kaart brengt, om het zo maar te zeggen. De Sonic Arrow brengt niet alles in kaart. Je moet hem wel op een bepaalde manier schieten. Hij markeert een bepaalde radius, hè? Dus als mensen in die radius staan, dan zul je hun zien. En dat is gewoon heel erg voordelig, aangezien je nu ze ook door muren kunt zien. En daardoor kan je dus nog beter anticiperen, daar komt hij weer, op de vijand. En daar weer je schoten op inplannen. Dus ja, dat is eigenlijk de Sonic Arrow. Het is trouwens ook echt wel aan te raden om de Sonic Arrow sowieso altijd in het begin te gebruiken. En hem dan naar de spanruimte van je vijanden te schieten. Zodat je dan gelijk iedereen staat er bij elkaar. En dan heb je gelijk iedereen in kaart gebracht. En ja, dat ziet je team natuurlijk ook. Dus dat is dan al gelijk een mooie start voor je team. En dan kun je daar weer op inspelen. Dus dat was de Sonic Arrow. En als laatste tip wil ik je gewoon meegeven. Wees niet bang. En vooral niet met die ultimate. Ik zie heel veel mensen die houden die ultimate echt veel te lang vast. Gewoon die wachten op het perfecte moment. Maar meestal is er geen perfect moment. Tuurlijk kun je je kansen wel vergroten door bewust te wachten. Als er bijvoorbeeld drie mensen dicht op elkaar staan. En dan heb je ook wel wat meer kans om die ultimate gewoon te landen, om het zo maar te zeggen. Maar vaak, als je daarop wacht, dan ben je te afwachtend. Staan er drie mensen naast elkaar? Oh shit, ze staan opeens iets verder uit elkaar. Nee, ik wacht toch met mijn ultimate. Just do it. En dan zal je zien dat je gewoon relatief gezien gewoon veel meer kills gaat krijgen. Tuurlijk zullen er een paar tussen zitten. Een paar ultimates tussen zitten dat je gewoon helemaal niemand raakt. Maar dan heb je hem alweer hartstikke snel opgeladen. Want hij wordt gewoon Henzo's ult. Je laat hem hartstikke snel op als je gewoon al steeds wat mensen raakt. Mensen, dit was de top 5 basistips voor Henzo. Ik hoop dat jullie hier wat aan hebben. En ik wens jullie alvast veel plezier ook met Henzo. Het is een hartstikke leuke hero. Als je gewoon wat beter ermee wordt, dan zal je zien dat het zich ook echt gaat belonen. En dat hij ook echt heel erg sterk is. Mensen, wil je meer van dit soort content zien? Laat dan even een blauw duimpje achter. En ik check jullie heel graag weer in de volgende video. Peace out.